Ik heb vandaag bij Meesters met Dromen zoveel passie en bevlogen leerkrachten en leraren gezien. En die hebben we nodig, want we missen er nogal een aantal in de aankomende jaren, helemaal hier in Amsterdam. En ja, wat mij betreft blijven we dit geluid uitdragen. En ik denk dat dat mijn droom is, dit laten horen. En dat kan niet anders dan dat dat nieuwe mensen naar het onderwijs trekt. Want onderwijs is gewoon het allermooiste vak. Je hoort het vanavond weer ook een van de belangrijkste vakken die er is om onze maatschappij verder te helpen. Als het gaat om burgerschap, als het gaat om leiding geven. Elk aspect van onze maatschappij begint bij goed onderwijs. En wat mij betreft beginnen we morgen om dat weer met elkaar uit te dragen, zodat er zoveel mogelijk nieuwe leerkrachten en nieuwe leraren naar dit fantastische vak komen. Mijn droom is dus dat we verder gaan kijken dan morgen. Ik denk dat het onderwijs heel belangrijk is dat we gaan samenwerken met elkaar. En dat we gaan kijken wat hebben de jongeren nodig, wat heeft de wijk nodig en wat kunnen we elkaar bieden om elkaar een stapje verder te helpen. Dus niet alleen de jongeren die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook de jongeren die zeer talentvol zijn. Hoe kunnen we elkaar ondersteunen? En het hoeft niet alleen te verzinnen in de school, maar maak gebruik van wat de stad te bieden heeft en waar ze zelf vraag naar hebben. Ik zou graag morgen aan de slag willen gaan met dat elk kind zijn eigen kwaliteiten en talenten kan inzetten, zich gehoord en gewaardeerd voelt en zich niet minder waardig of wat dan ook voelt, omdat hij misschien niet goed kan rekenen of niet goed is in Nederlands, maar gewoon echt zijn talent kwijt kan op school. Wat ik vooral mis tegenwoordig is denk ik toch wel dat je voornamelijk bezig bent met het behalen van je diploma. Continu goede cijfers wil halen om uiteindelijk dat papiertje te hebben. En wat ik dan vooral mis is dat je minder focust op vaardigheden. Want wanneer leer je nou om te netwerken bijvoorbeeld of om te presenteren? Of om bijvoorbeeld met andere mensen in contact te komen om je horizon te verbreden. En dat merk je pas wanneer je diploma hebt en denk van hey, ik word nu in het diepe gegooid. En nu moet ik alles zelf doen. Ik wil morgen aan de slag door meer gezondheids- en duurzaamheidseducatie in het onderwijs te geven. Ik wil zelf aan de slag gaan, in de klas staan en leerlingen en studenten vertellen hoe zij gezonder hun leven kunnen invullen.